Nederland. De eerste oude rockers hangen hun gitaar aan de wilgen en gaan in de fut. Eerdaags bedoelen we met wijsjes van toen niet meer Lou Bendy of Louis Davids, maar Elvis, Chuck Berry of de Tillman Brothers. Goud van oud waarop straks, al dan niet onder toezicht van een bezigheidstherapeute, in menig bejaardenhuis wordt geswingd. So, let's rock! Bibabaloo, she's my baby. Bibabaloo. Welkom bij FM Senior, een programma van Radio Noord-Holland, samengesteld door Olga van den Berg en Ton Lankreijer. Een poosje terug verscheen Rockin' Ramona, een boek dat als eerste een beeld schetst van de zogenaamde Indo-rock uit de 50e jaren. Dat wil zeggen, muziek van Indische en Molukse jongens die kort tevoren met hun ouders vanuit Indonesië naar Nederland waren gekomen. Bandjes waar niet alleen de nederpop zich in het begin al spiegelde, volgens de schrijfster, maar evenzeer een groep als de Beatles in hun Duitse jaren. Indo-rock, daarover praat Olga van den Berg vanmiddag met Boy Tahalele van de groep Black Magic, Oscar Rexhauser van de Hot Jumpers, Fico Gagliardi van Boy and the Rolling Kids, Eddie Chatelain van de Crazy Rockers en Lutgaard Mutsaars, schrijfster van het boek Rockin' Ramona. Om te weten wat Indo-rock precies is, moet je het natuurlijk horen. Bijvoorbeeld het nummer Black Eyes, geschreven en gespeeld door de Tillman Brothers. Wij kwamen toen vanuit Indonesië met z'n allen hier. Dat was toen de overdracht en al gauw hebben we ook vanuit Indonesië, omdat we dan in zo'n muzikale omgeving zaten, kregen wij jongelui hier de smaak te pakken. Want we hadden toen vanuit Australië al gehoord rock and roll en dergelijke. En dat hebben we hier in Nederland tot bloei gebracht. Dus echt jullie prikkel? Ja, wij waren inderdaad de eerste hier. Ja. En hoe oud waren jullie toen? Even voor de duidelijkheid. We waren nog jochies, ja. Ik was 13 toen ik hier kwam. Ja. 14. En Oscar zal iets ouder zijn. Ja, ik was al 19 jaar toen ik hier kwam. Ja. En toen heb jij zelf een band opgericht? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, nee. Ik woonde toen in de tijd in Groningen. En ik ben eerst in Hawaii muziek begonnen. En dat is in Indonesië heel sterk geweest. En van lieve reden ging ik naar Den Haag, waar uiteindelijk ook de grootste beatstad werd. Want daar wonen de meeste Indische jongens. En zo zijn we heel successief met rock and roll begonnen. Ja, en het waren echt heel veel bandjes, hè? Niet ja. 10, maar wel honderden, denk ik, hè? Onderscheid, ja. En heel veel. Hoeveel zegt u? Zo'n 250 bandjes, denk ik wel. Ja. Indo-bandjes. Ja, alleen in Nederland al, hè? Want in Duitsland was het ook vaak zo dat als daar een band toerde en kwam ruzie, dan splitsen het op. En dan werd er naar Nederland gebeld en werd het aangevuld en dan waren er twee bands. Ja. Zo ging dat, hè? Echt, ja. Toch? Ja, dat klopt. Mevrouw Lutgaard, ik vind het moeilijk, maar ik vind het prachtig. Ik hoop dat ik hem goed uitspreek. U heeft een onderzoek gedaan naar dit verschijnsel, ja, in de rock. Wat was eigenlijk de aanleiding om dat nou eens te onderzoeken en zo bij elkaar te plaatsen? Nou, ik ergerde me aan het feit dat er altijd werd gezegd, leven de nederpop en Q65 heeft alles uitgevonden. Want ik wist gewoon, er zat 10 jaar voor. Q65 kwam in 65, werd het bekend. En die 10 jaar daarvoor, ja, in 1955 brak Elvis door. En in het begin vond men dat in Nederland verschrikkelijke muziek. Maar er waren ook een heleboel mensen die dat juist, ja, de ontdekking vonden. Mensen die daarvoor nauwelijks van muziek hielden. Die gingen toen platen kopen, dansen, puntschoenen kopen en zo. Dus toen dacht ik, ik weet vrijwel zeker dat in Nederland toen ook muziek gemaakt is. Nou, en door wie dan? En hoe klonk dat dan? En wie zijn die mensen? Kan ik ze nog vinden? En hoe heb je ze gevonden? Nou, ik heb het telefoonboek opengeslagen en naar de Blue Diamonds gezocht. En die heb ik gevonden. En zij hebben dus een bomvolle agenda met namen en adressen, telefoonnummers van al hun medemuzikanten die ze vanaf 58 dus hebben opgetekend. En zo kwam ik
Nou, Oscar was een van de eerste die ik toen sprak. En die heeft werkelijk urenlang zitten genieten van zijn eigen verhaal, mag ik wel zeggen. En ik ook, want ik heb toen echt voor het eerst dingen gehoord. Ik heb hem ook alles gevraagd. Ik bedoel, af en toe blozend en stotterend, maar dat maakt het niet uit. Waar ging je van blozen? Noem eens nog. Nou ja, er moest natuurlijk ook veel gepraat worden over hoe dat dan was in Duitsland spelen. En alle meiden die er achteraan liepen. En nou, van Oscar weet ik zeker dat hij absoluut nooit iets verkeerds heeft gedaan. Maar de anderen dus wel. Een hele leuke opmerking, ja. Maar goed, toen, nou ja, via Oscar en Ruterien de Wolf kwam ik zo langzamerhand in aanraking met mensen van verschillende bands. En echt van Maastricht tot Groningen. En tot Nijmegen. Boy, die zitten in Nijmegen. En iedereen kende wel weer iemand of zei, daar moet je naartoe. En ik heb wel vermeden om van twee mensen van één band te spreken. Want ik heb bijvoorbeeld van Fico's een band, heb ik Boy, van dus Boy en de Rolling Kids gesproken. En ja, dan hoor je achteraf toch het verhaal van een bandgenoot die dan tegen mij zegt, ja, nou, dat zegt Boy dan wel, maar hij heeft niet meer zo'n goed geheugen misschien, want ik dacht dat het toch anders was. Dus om. Maar dat is natuurlijk, hoe meer je van iets weet, eigenlijk hoe verwarrender het dan is. Dus voor het boek heb ik van iedere band één persoon gesproken, die dus voor zijn band het verhaal heeft gedaan. Wat heb je nou vooral aan willen tonen? Dat het een niet erkend verschijnsel geweest, of te weinig erkend? Nou, allereerst denk ik dat ik aangetoond heb dat de Indo-rock heeft bestaan. En hoe groot het was, hoe belangrijk, hoe goed het klonk, hoe, ja, wat een eenheid het was. Dat was echt in de tijd dat Nederland, ja, nu is het dan wat ze dan noemen een multiculturele samenleving. Dan zie je in bands ook vaak 10 invloeden als je 10 muzikanten hebt. Maar vroeger was het veel meer Indo's bij elkaar, Molukkers bij elkaar. Af en toe wat uitwisselen, omdat je dezelfde achtergrond hebt. Maar ja, een blanda, zoals ze dat dan noemen, een blanke jongen uit Delfzijl, die kwam er niet zo gauw tussen. Dat is echt een. Maar er was, ja, ook een muzikale cultuur. Ja. Maar er was ook nog een groot verschil tussen de Molukse muzikanten en de Indo-muzikanten. Hè? Want de Molukse mensen zaten vaak in kampen, dus die zaten met de neuzen op elkaar. Ja. Konden daar ook de hele dag musiceren, denk ik dan. Ja, daar heb ik zes gitaar geleerd. We kregen van de regering, we hebben kantine, dan kregen we instrumenten. En was dat een soort bezigheidstherapie van de Nederlandse regering? Van laat die jongens maar lekker spelen, dan doen ze geen gevaarlijke dingen. Ja, zoiets voor de jeugd dan. Hè. En ja, maar veel spelen we Hawaii muziek. Hè. Dus van de Minamori Minster en zo. Maar toen een van de Black Magic, dat is Jamie Rupasa, die werkte in Delft. Dus hij kwam in aanraking met de Indische jongens die rock and roll spelen. Dus 1958 zo. En toen hebben we rock and roll gespeeld. Maar we zijn begonnen met jazz. En in al die Molukse families was wel iemand die zong of iets speelde? Ja, bijna allemaal. Bij iedere Molukse familie zingen ze Molukse liederen dan. Hè. Ja. En dan kwamen de mensen, de blanda's, kijken? Ja, ze komen kijken, sowieso. Toen woonde ik in Plasmolen. En dan heb je een hotel. Hotel de Plasmolen. En dan weekends komen de Duitsers. Dan spelen we een beetje buiten, zo. Toen, of in deze tijd? Ja. Was dat dan een beetje aapjes kijken? Zo van, kijk wat voor kunstjes die mensen allemaal, die vreemde mensen allemaal konden. Ja, toen spelen we die, ja, veel lieder van Hawaii muziek en allemaal deze lieder van Holy Shio en zo. We spelen toen ook voor bruiloften. Zo, we betalen ons niet, maar we vonden het leuk dat ze ons vroegen. Hè? Voor in ieder geval blanda bruiloften? Nee, allemaal niet. Ja, bij Molukse bruiloften werden natuurlijk ook heel vaak Hollandse vrienden uitgenodigd. En die zagen het dan, die zagen dan de bands. En daar kwam dus ook vaak uit voor dat ze wel eens vroegen van, kunnen we een keer meespelen? Of we gaan het zelf ook proberen. Maar er was dus een groot verschil tussen de manier waarop de Molukse jongens, meisjes muziek maakten en waarop dus de Indo's dat deden. Want die hebben zich veel meer al meteen, ach, in de Polonaise van de Indo's maken veel country. Ja, ja. Country, dus als ik even wat mag zeggen. wat de Molukkers betreft, dat is een volk dat zeer muzikaal is. En ik kan me haast geen één onder de Molukkers voorstellen die niet een instrument bezweelt. Zingen in ieder geval wel.
En vanuit Indonesië was dat zo. Ze hadden daar hele goede Hawaiian bands en dergelijke. En, had dat met hun religie te maken? Nee hoor, nee. Ik denk eerder met hun muzikaliteit. Ze hebben ook hele prachtige liederen, die Molukkers, prachtig, ja. En wij Indische, onze ouders dan, die werden daar waarschijnlijk ook door geïnspireerd. En die hebben dan ook veel Hawaii-muziek gespeeld. Je had verschillende groepen, maar toch waren de top Hawaii-groepen waren dan toch wel de Molukkers, ja. Olé, olé, bonu, 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 bonu.